Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. We zijn hier bij de conferentie Fit for Work. En u heeft zojuist het CER-advies aangeboden aan de staatssecretaris Marten Verheijen van Volksgezondheid. Als er één ding is uit het één onderdeel uit het CER-advies, wat hij zo snel mogelijk zou moeten oppakken, wat zou dat voor u zijn? Ja, het belangrijkste is volgens mij wat ik heb genoemd, durven erover te praten. Zowel van de kant van de werknemer met zijn chronische aandoening, durft er voor uit te komen. Maar ook aan de kant van werkgevers. Werkgevers durven ook vaak niet te vragen, wat heb je precies? En doordat je dan een beetje om elkaar heen loopt, ja, doe je niet de aanpassingen die zouden kunnen op het werk. En vaak met hele kleine aanpassingen kunnen mensen zoveel beter functioneren. Dus het erover durven te hebben. Dat kun je niet in wet en regelgeving vastleggen. Dus het zou ongelooflijk helpen als eigenlijk de staatssecretaris in alles wat hij doet het schreven over heeft. Dus het moet eigenlijk wel meer een verandering van de mindset zijn dan een verandering van de wet en regelgeving. Ja, ik denk dat we zien de groei van mensen met een chronische aandoening nu al hoog is. En gaat nog verder groeien de komende jaren. Uiteindelijk zo'n beetje 40% van de mensen op de arbeidsmarkt die zo'n aandoening zullen hebben. Daarmee wordt het ook gewoon. We zijn niet allemaal perfect, dat hoeft ook niet. We leven in een samenleving waar je steeds beter met beperkingen kunt leven. Maar dan moet je er ook gewoon met elkaar over kunnen hebben. En dan moet je vooral ook kunnen kijken wat je aan elkaar kunt hebben. Toch zijn er ook nog wel wat wegen te bewandelen voordat we zover zijn. We hadden net een wordcloud met associaties bij werken met een chronische aandoening. Daarin kwamen woorden als lastig, taboe, maatwerk kwamen ook veel naar voren. Daar moeten we toch wel wat aan gaan doen. Ja, dat klopt. Dus dat is ook precies, daarom geef ik dit ook als prioriteit aan. Want je moet beginnen met het verschil te maken. En veel mensen, dat heb ik ook gemerkt in de reacties op ons advies, hebben ook naar ons gereageerd en zeiden, ja, u zegt, we moeten het erover hebben, maar ik durf dat niet zo makkelijk op mijn werk. Ik ben toch bang dat ik misschien dan ontslagen word of verkeerd behandeld. Maar ook heel veel werkgevers die zeggen, ja, ik wil niet in het privé van mensen treden. Ja, dan blijven we om elkaar heen dansen. En dat moeten we niet doen. Dus we moeten beginnen in die zin toch echt met dit erdoor breken. En dat kan op allerlei manieren. En dat proberen we ook vandaag hier te doen. Paulien Meurs, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, waarschuwde nog voor het gevaar van stigmatisering als het er te veel over zou gaan. Ja, maar dat is natuurlijk als je gaat, zeg maar, dat er zo vaak over gaat hebben, dat mensen als het ware een groot stempel op hun voorhoofd krijgen. Ik denk dat dat niet de bedoeling is, maar wat wij gewoon graag willen stimuleren is dat je het, zeg maar, op die werkvloer, daar waar het werk gebeurt, met elkaar over hebben. Soms kan het helpen in de werktijdaanpassing, soms aan de bureauplek waar je werkt, de luchtkwaliteit in de plekken waar je werkt. Er zijn zoveel dingen die, ja, eigenlijk heel normaal zijn. Waar je het ook thuis over hebt, waar je het ook over op je werk over zou moeten hebben. Daarom is het ook zo belangrijk, dat is een andere aanbeveling die wij in ons advies doen, is dat de huisarts iets meer gaat stilstaan bij je werksituatie. En dat ook in de sfeer van de arbo-arts er iets meer stilgestaan wordt met je privé-situatie. Uiteindelijk moeten alle partijen samen daar meer aandacht voor hebben. Ja, nou ja, dat is het mooie. We zijn hier vandaag bij de Sociaal-Economische Raad. Werkgevers, werknemers, onafhankelijke kroonleden. Dat is wat wij hier proberen te doen. Via dialoog verder brengen wat we bedacht hebben. En dat betekent altijd samen doen, ja. Dank u wel. Graag gedaan.